Hallo allemaal, wat fijn dat ik wat tegen jullie mag zeggen, werkers in de jeugdzorg. Ik wil je eigenlijk allereerst ontzettend bedanken voor het zware, maar goede werk dat je doet, juist in deze vreemde tijden. En echt, hou vol en wij staan naast jullie. Mijn naam is Mirjam Bikker van de ChristenUnie. 17 maart zijn het verkiezingen en een paar dingen vind ik extra belangrijk voor de jeugdzorg en moeten wat mij betreft in een regeerakkoord. Allereerst is dat er gewoon meer geld nodig is bij de gemeente. Maar daarnaast vind ik het minstens zo belangrijk dat het kind centraal blijft staan. Dat we ervoor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. En dat we daar ook op inzetten. En het derde punt waar de ChristenUnie zich van ouds al sterk voor heeft gemaakt, is zorgen voor voldoende pleegzorg en voldoende gezinnen waarin kinderen, ook als het even thuis niet lukt, tijdelijk op kunnen groeien. Op die drie dingen wil ik het dus echt inzetten in dat regeerakkoord. En zo wil de ChristenUnie aandacht geven aan wat echt telt. Want het belangrijkste is dat we die kinderen helpen. Dat jullie ook merken, er staat een overheid achter me die ons goede werk ziet. En zo wil de ChristenUnie zich inzetten voor heel Nederland. Dat we oog en aandacht voor elkaar hebben.